Dank je. Voorzitter, de Nederlandse politiek gaat kapot aan incompetentie en netwerkcorruptie. En het verkennerspandemonium van 2021 is hiervoor het levende bewijs. Achterbakse spelletjes om zichzelf koste wat het kost in stand te houden met catastrofale gevolgen voor de betrokkenen, in dit geval voor Pieter Omtzigt. Voorzitter, briefjes met dubieuze teksten worden niet per ongeluk gefotografeerd. Verkenners, informateurs en ambtenaren worden niet zomaar aangesteld. Heel weinig gebeurt hier zonder dat er een pervers belang achter zit. En ook dit debat is gewoon weer theater en herhaling van zetten. En om dit bij de komende formatie te voorkomen is het ook heel erg simpel. Het doek moet vallen voor deze politieke poppenkast. Voorzitter, less is more. En dat geldt in het bijzonder voor de overheid. Keep it simple. U heeft een interruptie van de heer Klaver, GroenLinks. Nou, keep it simple, dat is wel aan u toevertrouwd. Ik zou één punt willen maken. Er werd zojuist genoemd, ook ambtenaren worden dus niet zonder reden benoemd. Ik vind dat we ambtenaren hier helemaal buiten moeten laten. Consequent gaan we dit debat doen. Het zal namelijk nog veel gaan over waar de ondersteuning ook zal moeten komen te liggen van de formatie. Het is een heel legitiem debat, maar dat gaat niet over de integriteit van ambtenaren. Punt. Goed dat u dat markeert. Vervolgt u uw betoog. Ja, voorzitter. Je kunt inderdaad een groot onderscheid maken tussen de verschillende ambtenaren. Maar de topambtenaren in dit bestel hebben toch een andere positie dan de gewone ambtenaar. Ik ben het helemaal met de heer Klaver eens als het gaat over de gewone ambtenaar die elke dag hard zijn of haar werk doet. De heer Klaver, GroenLinks. Alle ambtenaren. Als er iets niet deugt aan ambtenaren, als er iets niet goed is, kan best, dan is een minister verantwoordelijk. Zijn politieke ambtsdragers verantwoordelijk, niet de ambtenaren. Dat is een belangrijk onderdeel van ons staatsbestel en ik wil dat hier ook echt heel scherp markeren voor de rest van dit debat. Ik sluit me aan bij de woorden van de heer Klaver. Vervolgt u betoog. Ja, voorzitter, natuurlijk. Uiteindelijk is de minister verantwoordelijk. Dat betekent niet dat topambtenaren een uitermate grote rol in dit verhaal hebben. En dat ook topambtenaren niet zomaar worden aangesteld. En dat was precies mijn opmerking. Ik heb niet gezegd dat ze verantwoordelijk zijn. Vervolgt u betoog. Maar goed. Kan de voorzitter concreet uitleggen welke toegevoegde waarde een verkenner eigenlijk heeft? En wat hebben de verkenners en alle ambtelijke ondersteuning om hen heen eigenlijk precies gekost? En wat heeft het de burger opgeleverd? En erkent de voorzitter dat het formatieproces sinds de Tweede Kamer dat naar zich toetrok een politieke speelbal is geworden? En als er toch een verkenner komt, hoe gaan we er dan voor zorgen dat die rol vast en onafhankelijk is? Dus waarom houden we het niet gewoon simpel? De winnaar, Pieter Omtzigt, belt na de verkiezingen met Dylan Jesselgus, die tweede is geworden, en stelt voor om een mooi kabinet te vormen, wat ons betreft, wat BVNL betreft, bij voorkeur over rechts. Wat is hier tegen? Volgens mij tot 1951 ging het ook ongeveer zo. En zo gaat het nog steeds in de provincie en in de gemeentes helemaal niets op tegen. Keep it simple. Voorzitter, in het verkiezingsprogramma van BVNL staat een verkleining van de overheid van 20%. Laten we daarmee na 22 november direct beginnen door de verkennersfase over te slaan en de formatie gewoon over te laten aan de winnaar van de verkiezingen. Want met een nieuwe lichting competente mensen met gezond verstand en bestuurlijke integriteit kan het volk krijgen waar het voor gekozen heeft. Een kabinet dat bij elke keuze altijd handelt in het belang van Nederland. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Van Haga, voor uw inbreng namens Groep Van Haga. Dan is het woord nu aan de heer Bisschop, SGP. Voorzitter, dank u wel. Op de lijst staat collega Van der Staaij, maar gezien de planning en zijn afspraken, ik zal u het tafereel niet beschrijven, maar met een brok in de keel moest hij dan het verzoek doen of ik dit debat kon overnemen. Want hij had hem wel wat graag zich hier in vastgebeten, heeft hij trouwens ook al gedaan. Maar ik ben blij dat ik hem mag vervangen. Voorzitter. In 2011 gaf hoogleraar parlementaire geschiedenis Joop van den Berg ons de volgende waarschuwing mee. En ik citeer. De Tweede Kamer, dat is dus nog voordat de Tweede Kamer het besluit nam. De Tweede Kamer zal bemerken dat het nog niet zo'n eenvoudige opgave zal zijn om goede voorzieningen in de formatieprocedure aan te brengen. En dat die